Ja, Yannick, met wat voor gevoel sta je nu? Ja, het is een beetje moeilijk te omschrijven. Er zat wel meer in, denk ik. Maar het is alsnog, achteraf had ik hiervoor getekend, denk ik, voor een 2-0. Maar nu is het toch een beetje dubbel. Je krijgt toch wel een goede kans op 1-1. En dan de laatste seconde valt het 2-0. Het is gewoon jammer eigenlijk. Beetje dubbel dus. Hoe heb jij je voorbereid op dit duel? Ja, een beetje anders dan normaal. We wisten pas eigenlijk gisteren met welke groep we hierheen gingen. Dus ja, het was allemaal anders. Ik denk ongeveer 4-5 spelers van 1 en de rest allemaal van jong. Dus ja, het was allemaal een beetje anders dan normaal. Ja, er gingen allemaal rare verhalen van de week de ronde. Jullie zouden misschien met jeugd gaan spelen of met amateurs, maar zo erg was het niet, nee, hè? Nee, precies. Dat stond er wel, maar dat sloeg helemaal nergens op eigenlijk. We wisten eigenlijk al maandag trainen we gewoon met Jong. En dan als de spelers van 1 niet zouden spelen, dan zou Jong gaan spelen. Maar er stond in de krant de A-jeugd komt, maar dat slaat allemaal nergens op. Maar wie spelen er nu in Jong? Wat zei je? Wie spelen er nu in Jong? Morgen, ja, morgen. De competitie van Jong start volgende week. Dus ik weet niet of dat door blijft gaan. Dus ik denk, we gaan het allemaal zien. Laat het allemaal op ons afkomen en dan zien we het wel. Ja, veel spelers hebben besloten om niet meer voor Achilles te spelen. Hoe staan jullie erin? Ja, ik zelf wil gewoon spelen. Je kan wel thuis gaan zitten, maar heb je ook niks aan. Dus ik ga liever op het veld voetballen. Maar zo sta ik erin. En zo, iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Maar dat is mijn mening. En, ja. En voor jongens van jongens is het natuurlijk ook een kans om zich op hoger niveau te laten zien. Zeker, hun kunnen nu hun laten zien. En dat is alleen maar mooi, denk ik, voor hen.